staat dat achter het nieuws het zometeen na ons programma gaat hebben over die fascistische jongerenorganisaties. Het is maar dat u het weet. Feministische vrouwen vinden het lekkerder en doen het beter. Ja, ja, Henk blijft erin. Maar het Maandblad opzij heeft een groot onderzoek gedaan naar seks en erotiek en partnerrelaties van feministes. De resultaten daarvan worden deze maand bekendgemaakt. Maar wij krijgen vanavond vast een voorproefje van opzij-redactrice, columniste en romanschrijfster Renate Dorrestein. Zeg, dat is nog een reuze mazzel volgens mij, die uitkomst, dat feministen het lekkerder vinden en het beter doen. Want veronderstel dat er nou uit dat onderzoek was gekomen, ze kunnen er niks van en ze zijn niet uit die paarse tuinbroek te slaan. Zouden jullie het dan gepubliceerd hebben voor je 15e verjaardag? Want daar is het voor. We hadden zo'n uitslag natuurlijk helemaal niet verwacht. Nee, maar je kan nooit weten natuurlijk. Nee, wij waren vol vertrouwen over de uitslagen. En ja, jij bent zelf ook, als ik goed in de computer heb gekeken, een opzij-abonnee. Ja. Jij weet er dus alles van, hoe het zit met ons seksleven. Absoluut. En dat het daarmee nogal prettig is gesteld, weet je dus ook. Ja. Wat ons op een gegeven moment opviel bij opzij, was dat we onszelf niet terugzagen in de cijfers. Je weet, in Nederland wordt alles geturfd. Ja. En als wij cijfermateriaal nodig hadden over feministische vrouwen op dit terrein, dan dachten wij steeds, hoe komt het nou toch dat we onze eigen belevenissen en de dingen die wij tussen de lakens uitspoken nooit terugzien in die statistieken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat de Nederlandse vrouw, volgens de cijfers, ongeveer in 30% van de gevallen, dat wil zeggen 1 op de 3 Nederlandse vrouwen doet dat regelmatig, tegen haar zin vrijt. Dat is een hele hoop, vind ik persoonlijk. Hè? Als je nu met een Nederlandse vrouw naar bed gaat, loop je 33 1/3% kans dat ze het niet lekker vindt. Een hoop kans dat ze er eigenlijk geen trek in heeft. Ja. Nou, dat was nou typisch zo'n voorbeeld waarvan wij dachten, god, wat eigenaardig, volgens ons zit het bij ons heel anders. Ja. Laten we dat eens onderzoeken. Er is nog helemaal niks in kaart gebracht over de seksualiteit van feministische vrouwen. Ja, jullie hebben een vragenlijst is samengesteld. Die hebben jullie laten invullen. Daar vraag je echt letterlijk iedereen de hemd van zijn gat, om in stijl te blijven. Daar staan vragen in als of je tijdens het vrije wel eens stiekem naar anderen kijkt, die ook aan het vrije zijn. Of je het met meer dan één tegelijk doet. Of je het op je werk doet. Of je het staande doet, in een kano, dacht ik nog. Of je het doet tijdens het voeren van gele telefoongesprekken. Aan wie hebben jullie dat allemaal gevraagd? We hebben die vragen gesteld aan een representatieve steekproef uit het abonnementenbestand van opzij. Anoniem, neem ik aan, hè? Anoniem. En daarnaast hebben we een gedeelte van die vragen voorgelegd aan de Nederlandse vrouw. Wederom een representatieve steekproef. Niet alle vragen zijn aan beide groepen voorgelegd. Dit was nou typisch dit wat jij noemt. Een voorbeeld waarvan we dachten, dit durven wij wel met feministen te behandelen. Maar niet onmiddellijk met de buurvrouw. Maar kan je het dan nog wel vergelijken als je ze verschillende vragen geeft? Natuurlijk, je kunt een hele hoop dingen vergelijken, niet alles. Ja. Voor een belangrijk deel was het de bedoeling van opzij, ter gelegenheid van onze verjaardag, de erotiekbeleving van feministische vrouwen in kaart te brengen. En daarnaast wilden we voor een gedeelte die beleving vergelijken met die van de Nederlandse vrouw. Maar niet op alle punten, ook omdat dat technisch en financieel niet haalbaar was. Nou zijn er flink wat conclusies uitgekomen. Ik heb er een paar uitgehaald. Een van die conclusies is, feministes doen niet meer wat hij lekker vindt, maar wat ze zelf lekker vinden. Ja, ik knik dat je is toe. Zo. Ja. Maar hoe, hoe kan je dan weten dat ze het lekkerder doen? Ik denk dat je uit het totaal van antwoorden kunt afleiden dat dit vrouwen zijn met een grote interesse in alles wat met seksualiteit en erotiek te maken heeft. Grote vaardigheden in deze. En dat alles wat zij met hun partner doen leidt tot
denk ik, enorme waardering aan de kant van de partner. Ja, maar dat weten we al jaren wat hij van seks denkt. Maar je zegt dat je de partners ook moet interviewen. Kijk, wij hebben onderzocht de erotiekbeleving van feministische vrouwen. Niet het... Of ze het goed doen, dat wij hebben niet onderzocht de aardappel van het raasbintje of het Nederlandse huisdier. Wij hebben onderzocht feministische vrouwen, precies om die reden die jij nu net zegt. Dit was een gebied, dit was een bevolkingsgroep van wie we nog helemaal niet wisten. Maar seks is iets, dat doe je met z'n tweeën, dus als je aan de ene vraagt, doe je het goed. Maar dat hebben we al even lang niet met z'n tweeën gedaan. Daar gaat het nu dus even om. Ja, ik besta niet al even, maar zij heeft het toch over een nieuwe... Zij zeggen, seks doe je met z'n tweeën of met meer. Wil je er iets van af weten, moet je misschien alle twee de partners... Maar nogmaals, ik kan dit nog een keertje of 12 herhalen. Ja, wij hebben onderzocht de erotiekbeleving van feministische vrouwen. Ja. Punt. Goed, punt. Feministen gaan vaker vreemd en hechten minder waarde aan monogamie. Waar leidt dat toe? Ik denk dat dat ertoe leidt dat mensen een grotere en een meer diverse seksuele ervaring opdoen. Waardoor ze beter te weten komen wat ze zelf prettig vinden. En waardoor ze voor hun partners, denk ik ook, gezelliger gezelschap zijn. Wat vinden jullie? Volgens mij leidt het tot aids, maar misschien ben ik verkeerd voorgesteld. Ja hoor, hey, tenzij je ze gebruikt omdat je gezond weer op wil, Harry. Ja. Maar wat vinden jullie daarvan? Ja, ik vind het... De meeste vrouwen die zijn geabonneerd op zij is... ik denk dat het een representatieve groep is voor überhaupt vrouwen in het algemeen. Want de meeste vrouwen zijn hoog goed opgeleid, die op zij zijn. Ja, maar ik wil weten wat jij vindt, want ik wil geen lezing. Ik denk dat niet je van jou. Ten eerste heb je er allebei voor nodig. En het is ons om te zeggen van ja, dat mannen altijd ontzettend of heel erg slecht in seks zijn. Dat is ook natuurlijk een vraag. Dat gaat maar helemaal niet, man. Wat stel jij dus? Dat vind ik nou zo interessant, dat je meteen over mannen begint. Het gaat om de seksbeleving van vrouwen. Jullie voelen je altijd raar daarover. Nou, is dat. Ja. Kijk, jullie zeggen dus... Nee, maar het ging over de seksbeleving van vrouwen. Even, ik wil weten, ik heb helemaal niet gehoord wat Rie zei. Rie zei, het gaat niet over zijn onderwerpje, over mannen. Het gaat, zoals u zegt... Het hangt met elkaar samen. Jij moet even je mond houden. Het onderwerp van het onderzoek is de seksbeleving van vrouwen. En dat is niet de seksbeleving van mannen. En ik denk dat jij er iets van zou kunnen leren. Luister, zij zegt dat de vrouwen het ontzettend lekker doen. Dat vinden zij. Dat vinden die vrouwen zelf, wat Harry ook zegt... Wat Harry zegt, misschien vindt die man het helemaal niet. Maar daar gaat het niet om. Dan gaat het niet om. Het gaat om die vrouwen. Het gaat om de seks. Mag ik jullie nog... Nee. Ik begon met te zeggen dat een van de resultaten van het onderzoek was... dat feministische vrouwen het beter doen. Ja, toch? Dat zegt zij. Nee, dat is een van de resultaten. Ja. Seksbeleving. Jongens, één ding tegelijk. Nu eerst Harry. Nee, dat was toch een van de conclusies. Feministische vrouwen doen het beter. Ja. Ik denk dat feministische vrouwen er hooguit beter over praat. Ze zijn veel mondiger. Ik geloof dat het nu ook weer even mijn beurt is. Ja. Kijk, wat er nu gebeurt is zo illustratief voor hoe het altijd gaat als je het hebt over seksualiteit. Vooral dan in combinatie met het feminisme. Ik roep wel eens voor mij uit, het is niet voor niets dat de clitoris pas eeuwen na Amerika is ontdekt. Het is vrouwen altijd ontzegd om een of andere vorm van lust te beleven. En ook nu als opzij een keurig onderzoekje laat verrichten door professor Iteke Weda, dan krijg je meteen weer dit gekreun van waar die mannen dan toch zijn gebleven. En daar ging het dus niet om in dit geval. Het ging erom dat het hoog tijd werd dat dit deel van een grote bevolkingsgroep, derlui leven, eens in kaart werd gebracht. Ja, goed. Een volgende conclusie. Nou, goed luisteren en niet meteen zo opgewonden raken, hè? Dat doen jullie straks maar. Ja, dat ligt aan het onderwerp, ja. Feministes vrijen minder vaak tegen hun zin. Dat zei je net al, daar begonnen we mee. De gewone vrouw bezit meer een hoerenmentaliteit. Wat bedoelen jullie daarmee? Nou, jongens, ik heb het vrij vertaald, hè? Dit heb je inderdaad geheel voor je eigen rekening vertaald, weet je. Kijk, wij hebben uit de uitslagen van het onderzoek
op moeten merken dat er een relatie bestaat tussen de mate waarin mensen plezier hebben in bed en het feit dat ze economisch zelfstandig zijn. Nou, dan zeg je dus heel netjes wat ik net heel platvloers zei. Nou, ik wilde wel even... Het heeft een relatie met de hoogte van het huishoudgeld ongeveer. Ik wil wel even een aantekening bij maken. Kijk, ja. Mensen die zelf hun eigen geld verdienen, die zullen zich, denk ik, wat makkelijker tegenover de heer van hun keuze uitlaten wanneer hij dingen wenst die zij niet leuk vinden of wanneer hij vaker wil of noem maar op. Dan even mensen, luisteren, dames en heren. Dan ja. Mensen die, ja. Wat zei ik nou, degene die veel geld heeft, ja, die zal dat sneller allemaal ter sprake brengen dan degene die volstrekt afhankelijk is. Dat is heel erg begrijpelijk, vind ik zelf. Ja. Waarom? Omdat diegene afhankelijk is van iemand. Je hebt met vrouwen die... Het is nou al afgelopen. Het is heel akelig als er een verstrengeling komt tussen liefde en geld. En dat is natuurlijk voor een aantal gehuwde vrouwen die geen baan buitenshuis hebben het geval. Corrie mag daar nog op reageren, kan nog net. Ik ben dan getrouwd en toen ik pas getrouwd was, had ik het minder goed als nu. En als ik toen geen zin had, zei mijn man, nou schat, ga maar lekker slapen. En nu we wat meer geld hebben, zei ik ook, schat, we gaan lekker slapen. Echt tot slot, zou jij in je hoofd de recensie kunnen schrijven die de Volkskrant morgen heeft over dit gesprek? Dat kan me niet schelen, want wij van het feminisme hadden nou net besloten dat wij ons niets meer aantrokken van het malle oordeel. Nee, we hoeven ons er ook niks van aan te trekken. Ja. Daar ben ik er één van. Ja. En ze vraagt mij mijn mening. Ja, nee. Ja. Maar we hoeven ons er ook niks van aan te trekken, maar ik vroeg me af of je ongeveer kan voorstellen wat ze schreven. Nee? Ik heb mij nog niet in die gedachten verplaatst. Nee. Nou, ik heb mij even in Leo Derksen van de Telegraaf verplaatst. En volgens mij schrijft hij morgen... Feministes doen het beter. Die onwaarschijnlijke combinatie, daar kwam Renate Dorrestein voor bij Sonja. Niet onder zware martelingen zou ik dat met één van de twee dames willen proberen. Of zou dat een marteling zijn? Dankjewel. Even voorstellen aan de directie van de Autototo. Dit is Maurice. Hij is verantwoordelijk voor het verzorgen van de wielen. Hier staan Natasha en Davy. Zij dragen de zorg voor het interieur van de hoofdprijzen. En dit is Michael. Hij verzorgt het dak. Denk ik. En samen vormen zij de directie van de Autototo. Niet waar, collega's? Jo! Wij hebben een heel serieus bericht. U kunt weer 3 auto's winnen in de Autototo van Humanitas. Ik begrijp dat u nu waarschijnlijk wel weer uw pen en papier moet pakken om de dingetjes op te schrijven. Daar hebben wij wel even geduld voor. Niet waar, collega?